Dit zijn de stadsbossen van Tilburg. Stadsbos 013. Ik ben in de oude Oranje. De oude Oranje is opgebouwd uit verschillende lanen. Die komen allemaal op één punt bij elkaar. Zo'n bos noemen we een sterrenbos. Hier is het extra bijzonder, want het is een barokke sterrenbos met allerlei figuren erin. Het is al in 1712 aangelegd en als voorbeeld hebben de tuinen van Versailles gediend, uit Frankrijk. De oud-directeur van Burgers Zoo, Johan Burgers, gaf zijn dochter een dierentuin cadeau. Dat gaf hij omdat ze ging trouwen met een Tilburger. Die dierentuin was hier geplaatst in de oude Oranje. En in 1932 opende het zijn deuren. Die dierentuin is niet meer, maar je kunt nog altijd wel dingen terugvinden van die dierentuin. Bijvoorbeeld een aantal dieren die hier rondlopen. Ik ben wat vroeg, en misschien zelfs wel wat te vroeg, de dieren waar ik het over heb, zijn echte uitslapers. Ze worden rond 11:30, komen ze pas echt tevoorschijn. In het park vind je statige lanen. En bij statige lanen horen beuken. We hadden de beuken in een laan geplant. Hij begint al met bladeren te krijgen, hele mooie frisse bladeren. En hij krijgt ook bloemen. Je zou het niet verwachten, maar net zoals een eik krijgt ook de beuk bloemen. Want hij krijgt namelijk ook beukennootjes. Dit zijn ze. Hele kleine bloempjes met heel veel haren eraan. Het zijn net een soort van wattenstaafjes. En daar komen dan uiteindelijk de beukennootjes aan. En die beukennootjes die worden weer gegeten door de eekhoorns. In een van mijn eerste vlogs ben ik op zoek gegaan naar een van de familieleden van deze soort. De rode eekhoorn was dat toen. Die leeft hoog in de bomen, maar voor de soort die ik nu aan het zoeken ben, moet ik laag op de grond zijn. Hij leeft namelijk in de dekking. Hij is ook goed beschut, heeft goede camouflage, waardoor hij moeilijk te zien is. Yes. Naast dat ze een goede schutkleur hebben, is hier ook heel veel dekking. Ze kunnen zich goed verstoppen. Veel bosjes, rhododendrons, allemaal stukken hout waar ze onder kunnen kruipen. Er lopen hier ook heel veel honden los en die kunnen ook best wel eens zo'n beestje pakken. Dit is de Siberische grondeekhoorn en zijn hier ontsnapt uit de dierentuin. Ze zitten hier nog steeds, er is een mooie populatie ontstaan die vrij stabiel is. Ze gaan nergens anders heen, ze blijven rond dit gebied een beetje hangen.
lijkt een beetje zijn slaap uit zijn ogen te wrijven. Hij ziet er erg moe uit. Maar er komt verandering in. Ze kunnen erg snel zijn. Deze grondeekhoorn, of boerenhoeks worden ze ook genoemd, komen uit Siberië, Noordoost-Rusland, Korea, China, in Azië dus. Ze leven daar, net zoals hier, in bossen. Naaldbossen, loofbossen, vooral in de onderbegroeiing. Ze hebben van die grote wangzakken waar ze nootjes in kunnen doen. Die gebruiken ze om een wintervoorraadje aan te leggen. Omdat ze van die wangzakken hebben, behoren ze tot de wangzak-eekhoorns. Leuk woord voor Scrabble. Er zitten nu twee bij elkaar. Eén zit aan een nootje te knabbelen en de ander rent een beetje rond. Net of dat we hem helemaal niet doorhebben. En eigenlijk is het ook niet, want door zijn schutkleur valt hij nauwelijks op. Hij lijkt een beetje van afstand op een takje. Ze kunnen tot een paar meter hoog de boom inklimmen. Dat doen ze niet zoals een rode eekhoorn, die kunnen veel hoger klimmen en die klauteren ook echt door de takken. Dat doen deze niet, maar die gaan net iets hoger in de tak zitten om een beetje overzicht te houden. Voor rovers bijvoorbeeld, zoals haviken, sperwers, die best wel zo'n klein eekhoorntje lusten. Hoewel veel exoten voor overlast kunnen zorgen, doen deze eekhoorns dat niet. Het schijnt zelfs zo dat deze eekhoorns de populatie rode eekhoorns, de Europese eekhoorn, hier zelfs versterkt. De zon die schijnt lekker fel, het wordt steeds warmer en de eekhoorns worden ook steeds actiever. Ik moet er helaas vandoor. Ik hoop dat je de vlog leuk vond. Abonneer op mijn kanaal, like mijn video en delen mag altijd. Tot volgende week. Doei!